Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is lekker vroeg. Het is dinsdag 9 januari, 6:15. Het is nog donker. Ik heb mijn jas aan, want ik ga even nu lopen met de honden. Ja. En daarbij, het moest mij weer overkomen. Want ik had eventjes mijn oplader van even mijn camera eraf. En waar belandde die in? In het dwelwater hier. Ah, dus ik heb nou eventjes allemaal wc-papier er even omheen gewikkeld. Dus hopend dat werkt. En anders moet ik eventjes een nieuwe oplader halen. Maar heel veel kijkplezier gewenst, jongens. Nou, ik ben bij mijn afspraak, dus ik ga zo meteen naar binnen. En dan horen jullie het zo meteen wel weer van mij. Tot straks. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Hey, lovely, lovely. Ik ben weer thuis, wat jullie wel weer kunnen zien. En mijn afspraken bij het UWV, dat ging matig, goed, slecht. Wat je er maar van wil zeggen, denken. Ze hebben mij geschat op arbeidsvermogen op per dag 4 uurtjes. Nou ja, wat is nou weer 4 uurtjes? Eigenlijk ook helemaal niks. Dus ik ga er gewoon eigenlijk voor. En wat iedereen er maar ook wel weer van wil denken, doen, et cetera. Maar... het is ook wel weer goed voor op mijn eigen cv. Als ik weer verder wil. Dus ja. Ik ga weer aan het werk. Ja, buitenshuis. Dus dat is ook wel fijn. Gewoon weer onder de mensen eigenlijk wel, ja. Dus voor 4 uurtjes. Mm-hmm. Ja. Dus daar ga ik jullie gewoon weer in meenemen in dat projectje. Ja, Karin gaat aan het werk. Ja, Karen gaat werk zoeken. Ja. Yeah. Maar ik moet eerst wachten op het brief van het UWV Werkplein. En ja, dan is het even afwachten hoe en wat. Ja, ik zie er niet uit. Ik zit onder de meeeters en pukkeltjes. Ik heb dat nog nooit gehad. En ik ben 30 en ik krijg ze allemaal. Ja. Nee, dat is niet fijn. Hebben jullie daar een meldertje voor? Meld het eventjes tegen mij. Ja. Want ik wil er vanaf, ik kan daar niet tegen. Een klerenziel helpt bij mij niet. Even serieus, nee. Dus, nee, maar ik ga weer aan de bak, mensen. Ja, ik zeg toppie. Hey allemaal. Nou, Roderick is eventjes met de beestjes aan het lopen. Want ik ben daar even te moe voor. Dus ik ben blij dat ik hem er even bij heb. Nu, zometeen even de spa kijken. Ja, het is een beetje donker. Ik weet het. Jammer dan helaas. Pindakaas. Ik zal even trouwens de tv gelijk even pauze doen. Want anders mist hij het de spa. Want die wil die kijken. Samen en met mij. Dus, maar ik zou... kijk, daar heb je hem. Als je het over de duivel hebt. Hè? Ja. Maar oké, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Want dan, als er een video komt, dan krijg je dus een melding in je inbox. Dus ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer.